In deze serie volgen we een vriendengroep die op go-go-vakantie gaan naar Albufeira. Ze krijgen de leukste opdrachten en gaan naar de dikste feesten. Dit is de Go-Go Summer Trip 2024. Sorry. Oh, ik ga jij beginnen. Ja, wat wij verwachten van deze week is denk ik gewoon pure chaos. We zijn met zo'n bizarre groep gewoon bij elkaar. Maar ik heb er wel veel zin in vooral. Ja, ik heb er bizar veel zin in, maar ik denk dat ik kapot ben aan deze week. Het wordt echt chaos, maar wel hele goede chaos. Dat denk ik ook wel. Ik heb er vooral heel veel zin in. Dat ook. Doet me denken aan toen ik weer 18 was. Beetje als Marius. Marius! Waar ben je? Oh. Hey, gaan we je grote mond geven? Vlucht gehad, we kwamen aan in Faro. De bus. Ja, nou, dat was bus. En we hadden gewoon Joeken van Touring Car. Hey, ik heb even een klein woordje. Nu we net allemaal geland zijn in het mooie Faro, ben ik te verstaan achterin eigenlijk? Ja? Was ongekend. Oké. Hey, ik wil even zeggen dat ik het fucking mooi vind om hier met z'n allen te zijn. En ik hoop eigenlijk dat we allemaal heel mat gaan doen de aankomende dagen. Maar vooral hele mooie vriendschappen gaan maken met z'n allen. En fucking hard gaan zuipen! Omkerst zo druk! Nou, we kwamen hier dus aan in de villa en het was echt gewoon perfect. Ik heb denk ik een uur geslapen vannacht en Natalia niet. En er werd ons niks verteld over de villa, want wij mochten niks weten. Nee. Dus nu weten we ook waarom. Want alles is versierd, er liggen flamingo's in het zwembad. Ik moet wel zeggen, dat het ziet er wel weer top uit, hè? Het ziet er perfect uit. Wij dachten dat we gingen slapen gelijk. Er stond er dus smeren of ijs. Dus iedereen moest dat drinken op een lege maag. En ja, nu zitten we hier. Jamma's! 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 Hey! Hey! Hoe dan? Hoe dan? Hoe doe je dat? Doe jij? Door, door zijn. Nee, je moet... Oh. Hi guys! Welkom in de Go-Go. Hi guys. Welkom in de Go-Go Villa. Jullie Go-Go vakantie gaat nu echt beginnen. Maak jezelf ready, want om 3 uur vertrekken we naar Oud Albufeira om hier wat te eten en daarna de strip om veilig te maken met de kroegentour. Oh! Naar de toek-toek! Ik ben nu echt misdressed. Kroegentocht! Kroegentocht! Kom maar, vanavond gaan we fietsen. Kroegentocht! Albufeira draait niet alleen om zuipen. Dames en heren, je hebt hier ook kunst. Kijk hoe mooi. Ik hoop niet dat dit in mij het strand is, want anders ben ik iets anders aan het filmen. Dan is het toegestaan. Oh, kijk dit, Jezus. Is het mooi, hè? Ja. Is het mooi, hè? Het staat er weer mooi bij. Ik vind het toch zo'n mooie plek hier. Ik vind dit toch zo... Kijk nou. Ja, het is wel mooi, ja. Het is zand en het is springkussen. En oh jezus, die hebben we nog niet eens gezien. En het is gewoon weer zand. En water en mensen en witte huisjes. Het is toch echt zo mooi. Oh mijn god. De dag vliegt voorbij. De avond is aangebroken. En daarbij is het tijd voor de Go-Go kroegentocht. We begonnen bij de eerste kroeg en toen... Gaap dacht, we gaan er gelijk voor. En ik zag allemaal naar die bar, hoe noem je dat ook weer? De DJ-man toe gaan. En toen hadden we een nummer gezongen voor iedereen. Iedereen deed wel lekker mee, vond ik. Ik vond het ook goed, want we hebben ervoor gezorgd dat die hele bar eventjes tot leven kwam met z'n tweeën. Wat hadden we weer gezongen? Ik weet het niet eens meer. Ja, weet het niet meer. Wat hebben wij gezongen? Wat weet iemand dat nog? Oh ja, hij is gemu... Echt waar? We're sorry. Okay. Hè? Ik deed het meisje echt na de vrouw. Ja. En jij deed echt een man. Ja, dat was echt top. Dat was top. Oh mijn god, verdomme!
ben nog aan het bijkomen. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Zo eindigt de eerste dag vol zon en feesten in Albufeira. En dit is pas het begin. De GoGo vakantie is nog lang niet voorbij. Verdeel je in twee teams voor een potje bierpong met verschillende challenges. Ik heb dus gehoord dat dit het feest is, hè, van Albufeira. Stay tuned voor meer hilarische beelden en wilde nachten. Let's go!